Hey Johan, we zijn er al, hè? Gewoon plop. Dat zijn we al. Gebeamd en... In één keer. Geknipt. Nee hoor. Nee, we knippen niks. Hé, hey, maar... Ja. Mooi, hè? Ja. Wacht, even mijn kou mee doen, want het is natuurlijk geen gezicht. Het is 18 september vandaag. Ja, daarom. Op dit moment ben ik waarschijnlijk aan het lopen met scouting. Wacht even, je zit hier nou, hè? Ja. Even. Ja, dat is magic, hè? Dat is de magie van... Dat snappen onze mensen niet. Nee, dat snappen ze wel. Die kunnen ook niet kijken, want die staan te kijken langs de kant. Ja, maar kijk nou eens even naar die mensen. Die mensen, hallo. Ja. Hallo. Ja, ik zie ze niet zitten, hoor. Maar nee, goed. Die staan hier naar de 18 september, via de defilé te kijken. Ja, maar goed, ik denk dat de mensen misschien toch al idee hebben waar wij zitten. Ja, wij zitten bij het 18 september defilé. Nee, wij zitten bij de stichting Lichtjesroute. Ja, net zoals vorige week trouwens. Of twee weken geleden, sorry. Ja, twee weken geleden zaten er ook. Dus mensen weten het al. Dus ze wisten het al natuurlijk. Oké, maakt niet uit. Maar, speciale gast. Speciale gast? Ja, zeker. Want ja, als je bij de Lichtjesroute zit, dan wil je natuurlijk ook iemand die verantwoordelijk is voor de Lichtjesroute spreken. En, en het zit ook een bepaalde relatie met oranje-blauw in natuurlijk. Ook dat. En dan gaan we daar ook allemaal leren. Want... Ja, hij is hier. Oh, Ivo Baaien, dames en heren. Ivo, kom maar bij. Gezelligheid. Ja, de voorzitter van de stichting Lichtjesroute. Mag ik dat zo zeggen? Nou, ja, dat mag je zeggen. Kijk. Nou, welkom Ivo. Ja. Fijn dat we hier een keer mochten vloggen. Ik was hier al een paar keer geweest, maar het is als een speciale omgeving. Ja, ik ben hier nog nooit geweest. Dat is hartstikke leuk. Je loopt hier door het gebouw. Je komt beneden. Je loopt door het gebouw. Mm-hmm. En... Het is gewoon een werkplaats. Hè? Een werkplaats, overal lichtjes en lampjes en dingetjes. Ja, ik heb het natuurlijk twee weken geleden ook al gezien, maar dat had ik toen nog niet verteld. Dus, oké, waar die uit. Nee, dat is leuk en mooi, helemaal. Ja, zeker. Maar Ivo, ja, ik denk dat we gewoon beginnen. Heb je ons vlog een beetje bekeken? Wat en hoe? Nou, nee, niet echt helemaal nog, maar... We bijten niet en het is gewoon relaxed. We zullen zien hoe het gaat. Ja. En dan uiteindelijk weet het waarschijnlijk ook lampengat wie Ivo precies is. Dat hoop ik wel in ieder geval. Ja. Oké, okay. Johan. Ja, ik brand altijd los met dezelfde vraag. En dat is de vraag die Jurgen Rijman ook altijd aan zijn gasten stelde als tante S. En dat is: wie is je vader, wie is je moeder? Mijn vader is Karel Baaiens, geboren en getogen in Stratum. Dus in het Witte Dorp, daar waar ik nu woon, daar is mijn vader geboren en zijn broers en zussen. En mijn oma die heeft er gewoond tot 2007, opa is in 88 overleden. En toen is oma 200 meter verder naar de Wilgenhof gegaan, waar ze een paar jaar geleden, drie weken voor de 103, overleden is. En die kwam nog regelmatig op de koffie, dus wat dat betreft. En die kwamen ook allemaal echt Eindhoven, Stratum. Dus en mijn moeder is Marijke Stals en zij komt uit Weert oorspronkelijk. Mijn opa komt er weer, mijn oma kwam uit Bladel. Ja. En alle twee waren toch hele muzikale families. En mijn opa, dus vader van mijn moeder, die had een cabaret en zo. Dus enigszins van het ding zit er bij mij toch ook nog wel. Entertainment zit er wel in. Precies, dan, precies. Ik voel een bruggetje komen daar. Een bruggetje. Ja, precies. Ja, en de carnaval. Weet je natuurlijk ook wel een beetje van de carnaval houdt. Zat dat er ook al in vroeger? Ja, nou, ik heb ook een aantal jaren gehad dat ik rustig, bijna niks deed. Mm-hmm. En toen ben ik op een gegeven moment ook verhuisd naar Zwitserland. En toen ben ik elk jaar... ben ik gewoon teruggekomen met carnaval. Oh, okay. Het was op een gegeven moment zelfs zo dat ze bij mijn werk zeiden, nou, je mag dan en dan vakantie nemen. Ik zeg, nou nee, dan ben ik 3 dagen, wil ik vakantie hebben. En ze zeiden, nee. Ik zeg, nou, dan ben ik ziek of ik neem nu ontslag. Okay. En toen kon het wel. Ja, dus, ook op die manier. Ja. Het was wel leuk dat je zegt, want er zijn heel veel mensen die gaan op wintersport met carnaval. Maar jij doet zeg maar het omgekeerd. Ja, ik woonde toen in Zwitserland, dus dat maakte dan niet uit. Nee, maar. Dus, okay. Ja, precies. Ja. Oké, mooi. Oh, grappig, ja. Dus het zit gewoon in mijn bloed. Ja, dat zit erin dan. Hè. Als je dan vanuit Zwitserland toch even terugreist een paar dagen. Ja. Om hier het carnaval mee te doen. Ja, ik neem aan dat ze daar geen carnaval kennen of wel. Nou, ze hebben, je hebt daar twee dingen. Ik woon in Basel. Dat is een andere traditie dan de rest van Zwitserland. De rest van Zwitserland viert carnaval op dezelfde dag. Dagen als wij hier. Ja. Maar in Basel is het eigenlijk na een bepaalde slag die ze gewonnen hadden. Mm-hmm. En daar lopen dus gewoon de
paraderen eigenlijk de mensen met maskers gewoon 4 dagen lang, dag en nacht. Oh. En dan gaan de kroegen ook 4 dagen niet dicht. En dat is, okay, dus, dat is het weekend na de carnaval. Dus ik had, vroeger had ik dan eerst carnaval hier en dan reed ik terug en dan heb ik nog een pakje. Pak je nog even mee, ja, ja. Dus gewoon 24/7 carnaval vier. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is ook wel een leuke optie. Ja, dat kan. Ja. Dat kunnen we hier proberen. Zo slopen, denk ik wel. Het ligt eraan wat je drinkt natuurlijk, al een beetje afwisselend eten. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, ja, maar goed, het carnaval is dus na het jou dus niet onbekend. Nee, nee. Ah. Nee, ja, en ja, we zitten hier natuurlijk niet voor niks, want de lichtjesroute. Je zit net buiten de carnaval al, daar wordt vroeg mee gestart. Ja, ja. We kwamen hier straks al aan, waar ze flink bezig mensen buiten. Ja. Ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Wanneer wordt er gestart met bijvoorbeeld de decoraties? Nou, eigenlijk is men het hele jaar door bezig. Als ik even vanaf het einde van een editie begin. Dus dat is altijd van 18 september tot de tweede zondag van oktober. Marathon, en dat is de zondag van de marathon tegenwoordig. Okay. Ja. En daarna halen wij alle spullen binnen. Dat duurt anderhalve maand ongeveer. Vroeger was het zo dat we het soms net niet haalden voor de sneeuw viel. Nou, tegenwoordig valt er wel mee. En dan beginnen wij meteen met het controleren van alles wat we binnenhalen. Mm-hmm. En begin van het jaar, van het volgende jaar, gaan wij al bedenken, gaan de mensen ook vanuit de wijk en zo allemaal denken, wat willen we nu gaan maken, nieuw gaan maken? Mm-hmm. Je kunt niet alles nieuw maken, want we hebben de ornamenten, dat zijn de dingen die aan de lantaarnpalen hangen, dat zijn dus dit soort dingen. Mm-hmm. Die hebben we ongeveer 450. En dan heb je projecten, zoals je bijvoorbeeld in de eendjesvijver zit, zo'n boot, dat is een project, die hebben we ongeveer 70. Hmm. Nou, we kunnen dus een aantal dingen nieuw maken, een aantal series misschien van projecten, of een aantal series van ornamenten en een paar projecten. Hmm. Dat ligt er natuurlijk aan en dat ligt vooral ook gewoon aan de beschikbaarheid van de vrijwilligers, want het is puur vrijwillig. Ja, dat is dat. En dan gaan ze dus, dan maken ze dat, nou ja, en dan moeten ze dus eigenlijk begin juli al klaar zijn, want dan beginnen we weer met ophangen. Ja, dus ongeveer 2,5 maand. Okay. Dan begint het hele ding weer opnieuw. De rustigste periode, eigenlijk, nou ja, goed, tussen kerst en oud en nieuw zijn we dan dicht. Maar verder de rustigste periode is eigenlijk tijdens de route zelf. Want dan rijden wij wel piket met de hoogwerker om te kijken of er niet een lampje, maar complete ornamenten of delen uitgevallen zijn en dat repareren we dan. Ja, ja, ja. Okay. Maar verder valt het dan mee. Ja, ja. Ja. Hoeveel vrijwilligers praat je over? Ik denk dat wij nu zo'n 50 vrijwilligers hebben. Okay. Ja. Dus die werken ook overdag, maar ook 's avonds. Ja, ja. En dan gaan ze tijd hebben natuurlijk. Ja, ja, ja. Je hebt een heel stel pensionado's. Mm-hmm. Dus je ziet dat toch wel dat mensen, als zij eenmaal met pensioen gaan bij een firma à la VDL, à la Philips en al de technische, en dan vinden ze het toch leuk om hier nog iets aan bij te komen dragen. Okay. Dan zie je dus ook wel dat wij in vergelijking een groter deel van de vrijwilligers ouder hebben. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk ook absoluut zijn nadelen, want je verliest er helaas ook. En ja, je hoopt dat er misschien wat nieuwe aanwas komt. Ja, nou, we hebben vorig jaar bijvoorbeeld. Toen was het even bij de Smurfenvijver was het kritisch dat er een paar mensen weggevallen waren. Ja. En toen heb ik een dramatische oproep in de krant gehad. Nou, er zijn er dus echt 15 vrijwilligers, een heel stuk jonger, gekomen en die ook echt blijven en het echt leuk vinden. Ja, ze zijn al onderdeel van de familie, want het is gewoon één grote familie. Ja, ja, dat is wel mooi natuurlijk. Ja. Dus dan zie je toch dat als je dan zo'n oproepje doet, dat het toch inderdaad mensen zeggen, ik wil meehelpen. Ja. En misschien inderdaad blijven voor de komende jaren. Ja. Oké, mooi. Dus even kijken. Want volgens mij zit jij al aardig wat jaartjes hier als voorzitter. Ja, ik ben in januari 2012 ben ik voorzitter geworden. Dus het is al bijna 13 jaar. Ja. Dat is al aardig wat. Ja, ja. Ja, ja. Maar heb je het zien veranderen in de afgelopen periode? Ja, natuurlijk hebben wij de overgang naar LED. Oh ja. Hebben wij al van tevoren, mijn voorganger is dat gestart, maar die hebben wij helemaal doorgezet. Dus alles is LED. Ja. En wat we ook verder nog hadden, is de beweging in de ornamenten. Dus een extra dimensie erbij gekomen is. En ook de audio tour samen met Studio 040. Mm-hmm.
elke keer updaten we dat. Okay. En we blijven dingen veranderen. Hè, dus in, we willen absoluut geen oudbollig imago hebben. Mm-hmm. Het is meer de lichtjesroute verbindt. Mm-hmm, ja. Mensen die zeggen vaak van, waarom doe je het niet samen met Glow bijvoorbeeld? Nou, Glow heeft een heel ander publiek. Heel apart. Glow gaat meer voor het artistieke. Maar je kunt ook in je eentje naar Glow gaan. Maar de lichtjesroute, dat zijn vriendengroepen, ja. Families, ja. De expats. Die fietsen het bijna allemaal, hè, of rijden het. Ja, okay, ja. En dat is gewoon echt gewoon heel erg leuk. Ja. En bij die audiotour hebben we bijvoorbeeld ook zo'n Allo Allo versie. Okay. Opgenomen met een stel expats. Oh, ja, alleen de opname was al heel leuk. Ja, dat is ja. Zeker. Oh, ja. Nou, ik, die sneeuwman volgens mij bij Zodersplein. Nee, bij het NS-station. Ja, Kerstman. Ja. Oh. Je ziet me altijd denken aan de lichtjesroute meteen. Ja, Kerstman. Ja. En die heeft nu afgelopen jaar voor het eerst Merry Christmas, maar dan in een heleboel verschillende talen gezegd. Oké, ja. Ook daar wil je natuurlijk een beetje op inspelen. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nee, je moet daar gewoon altijd blijven vernieuwen. Ja. Kijk, en voor ons, het is dus voor en door Eindhoven. Mm-hmm. En je merkt ook hoe gedragen het is binnen Eindhoven als er een keer iets gebeurt. Ja. He, dus in 2010 toen 10 kilometer kabel gestolen. Nou ja, en toen was het even echt kritisch of we door konden gaan. Ja. En dan valt Eindhoven als een warme deken over je heen. Okay. Dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja. Maar goed, dan is het jammer dat dan zoiets moet gebeuren. Ja, dat is waar. Ja. Nee, maar goed, dan moet er iets gebeuren en dan worden we actief. Dan beseft men het. Dat is niet jammer. Ja. Maar goed, dan moet jij dat een beetje vast proberen te houden. Natuurlijk met het bedrijf en met de mensen natuurlijk. Ja. Alright, mooi. Want hoeveel lampjes hangen er dit jaar? Ik denk dat wij aan lampjes iets van, denk 150.000 hebben. Dus verdeeld over die projecten en over die ornamenten. Ja. Oké, okay, dus 5.000. Okay. Ja. Want dat is natuurlijk wel verschil met vroeger. Met vroeger had je gewoon gloeilampen, nu heb je ledjes. Vroeger hadden wij de gloeilampen en inderdaad, toen was natuurlijk ook Philips daar nog heel erg bij betrokken. Ja. Tegenwoordig, nou ja, Philips speelt eigenlijk, sinds 2010. Toen ze vertrokken zijn in Amsterdam zeker? Ja, dat is echt, ja precies. Ja. Ja, dat vind ik jammer, Johan. Ja, maar dat vinden wij allemaal. Ja. Dus dan heb je... En wij halen dus onze lampen. Kijk, dan maken zij die leds. Nog maar een deel van deze. Okay. Maar wij halen ze rechtstreeks uit China. En we hebben dus eigen testen opgezet. Ja. En onze elektronica nerds, noem ik het maar eventjes. Ja. Maar dan als, als compliment. Ja. Die beoordelen die. En die sturen dus een compleet rapport terug aan die Chinese leverancier. Van nou, je moet daar dat chipje nog dit en dit verbeteren. Ja, okay. Je hebt gewoon een onderzoeksrapport. Okay. Dat is echt gewoon fantastisch. Okay, dus ieder ledje staat op Made in China. Dat staat gewoon, nou dat staat er niet nee, op. Nee, waar ik het bedoel, hè? Ja, precies, het is wel zo. Ja, ja. Oké, okay, goed. Het is zo. Ja. Goed. Ik denk, kijk, onze manager is weer in place. Ja. Jij mag wel genoemd worden, toch? Ook die is er weer bij. Ja, maar anders is er weer bij. We zullen even een bruggetje maken naar het Oranje-Blanc. Oftewel, dit jaar was jij de bijna gastprins. Ja. Ook in het lachje zegt veel misschien, maar... Ik moet zeggen... ik werd gevraagd een aantal weken van tevoren en ik vond het zo'n enorme eer. Mm-hmm. En ik heb het carnavalshart, absoluut. Ja. En toen bleek dus dat ze daar al een paar jaar over gesproken hadden. Okay. En de coördinator hier, Tits Boris, had erin, Erik Moer. En ik werd daar gevraagd, we hadden een evaluatievergadering en er kwamen mensen, zo genaamd van de pers. En ik zou er dan eventjes bij moeten zitten. Ja, en toen... niet verwacht. Ja, wij zijn ook een beetje pers, maar anders. Ja, nee, maar wel leuk natuurlijk. Dat is wel, ik moet zeggen, echt fantastisch. Ja. Ja, die bouw van die wagen, daar ben ik regelmatig naartoe gegaan. En dan kun je dus een beetje mee een aantal dingen aangeven. Hè. Dus ik kwam onder de vlak van Bayeux uit. Okay, hè, want Bayeux, daar heeft natuurlijk de lichtjesroute. En 18 september, waar ik op de bestuur zit, veel mee te maken. Okay. Ja, en de mens die erbij zat, zelfs de burgemeester lag mee plat in de wagen. Ja. Dus, dat was zo'n adjudant of zo dan? Of hoe noem je dat dan? Die heeft in ieder geval bij mij de steek opgezet. Ja, voilà. Echt absoluut. Ja, okay, leuk. Maar het is zo'n, ik ben veel gewend, maar het is zo'n geweldig gevoel als je daar dus echt omhoog komt en zo'n heel plein staat met je te zingen. Echt, fantastisch. Ja, dat is wel mooi. Ja. Even kijken, hobby's.
buiten de lampjes. Buiten lichtschroefde achter september en zo. Ja, ik vind het leuk om oldtimers te restaureren. Ik knutsel graag. Okay. En ik duik ook graag. Dus ja, wat dat betreft, ik ben ook graag in Frankrijk en Bayeux en zo. Dus ik kan gewoon niet stilzitten eigenlijk. Nee, dat En natuurlijk doe ik hier merendeel andere dingen dan dat. Ja. Mm-hmm. Op het moment help ik wel bij de vijver mee. Okay. Ze zeggen al van kijk, hij werkt ook. Vooruit. Als span denk ik niet. Nou ja, het is maar goed. Op zich of is het wel oké. Okay. En ja, ik ga dan met zijn duikpak ook het water in. Om die stijgers en alles op te bouwen. En zo, ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja. Het is echt gewoon heel leuk. Het is gewoon een leuk team. Ja, dus er wordt echt heel wat afgelachen. Ja, en daar gaat het om. Als het nou echt gewoon alleen maar serieus was. Of als ik 1 cent voor zou krijgen, dan zou ik meteen stoppen. Dat klopt. Dat is ook leuk blijven. Maar dat is een beetje de gedrevenheid. Dat doe je dan voor natuurlijk. Hè? En dan uiteindelijk als alles werkt, ja, dan is het helemaal top. Ja. Als ik overdag alleen maar vergaderingen gehad heb en dan heb ik hier toch ook nog een vergadering, dan is het toch anders. Daar krijg ik gewoon energie van. Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Ja, het lijkt me wel leuk om een keer bij die opbouw te gaan kijken. Zo. Bij de 1,5 is wat je opbouw, wat jij zegt, dan onder water en zo. Nou ja, dan vandaag, dus de 18e is natuurlijk nog hard gewerkt. Maar dan is het eventjes pauze. Dan vegen ze het zweet af. Nee, dat klopt. En dan is het. Maar gaan die ornamenten allemaal tegelijk aan en uit? Nee, niet helemaal. Okay. Omdat wij hebben binnen de ring zitten ze op stopcontacten. Ja. En die stopcontacten die gaan aan als het licht aangaat. Dus daar zit een schakelaar op. Mm-hmm. En lantaarnpalen gaan aan. Yeah. En dan schakelt die aan. En als je dat zie je dus rond 18 september, dus vandaag en zo, dan is het gewoon best laat, want het is nog lang licht. Klopt. Oh ja, en als je nou richting oktober meer gaat, dan gaan ze vroeger aan. Ja, ja. En wij kunnen een aantal dingen zelf sturen, dus buiten de ring en projecten en zo. Dus we hebben 52 voedingskasten in de hele stad staan. Mm-hmm. En die gaan om 7 uur aan. Oké. Okay. Ja, projecten hebben natuurlijk wat meer spanning en stroom nodig. Ja. En vroeger hadden wij die veel meer staan, maar met LED. Dat verbruikt zoveel minder stroom. Ja, dat scheelt heel veel. Dus dat scheelt echt gewoon heel veel mee. Dus bij onze verbruikskosten van de stroom, die zijn minder dan de vaste kosten. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, en van de andere kant, de vaste kosten zijn dus te hoog. Maar ja, dat is maar, ja, oké, okay, goed. Ja. Even een technische vraag, misschien met gloeilampen en met LED. Maakt het qua kleur nog uit? Kun je ook met LED alle kleuren maken? Maar vroeger was het zo dat jij de ledjes zelf in een kleur had en kon aansturen. Ja. Maar als jij dan allemaal, dat hadden we in het begin, van die witte hoesjes had, dan moest je gaan kijken welke kleur dat was. Okay, ja. En tegenwoordig zit er dus gewoon ook een bolletje van die kleur op. Maar je kunt ze gewoon in alle kleuren bestellen. Okay, ik denk dat tijd is, Johan. Is tijd? Voor de 30. De 30 seconden van. Ja. Elke gast komt van ons altijd 30 seconden. Om even naar de mensen thuis te richten en iets te vertellen over jou, over je hobby's of over de liggersroute 18 september. Of nog een ander dingetje aantippen of over vrijwilligers. Of iets anders, of over carnaval. Maar een liedje gaan zingen. Vertellen. Deze zijn voor jou, Ivo. Nou, ik vind de liggersroute en 18 september geeft mij zoveel energie. En ik hoop dat ik die energie over kan dragen naar de rest van de mensen. Geniet ervan. We hebben zulke mooie tradities. Iedereen klaagt dat we geen historie hebben, maar dit is historie. Geniet daarvan, doe het allemaal samen, want samen staan we sterk. Zo simpel is het. En de band met Bayeux, met de liggersroute 18 september. Dit hele deel wat er nu aankomt, vandaag begonnen, is gewoon één groot feest. Ja, inderdaad. Nou, ik kan me eigenlijk alleen bij aansluiten. Ja, ik ook. Dit is mooi. Vind ik heel mooi. Dat is heel goed. Ik heb nog een paar stickers. We hebben natuurlijk de stickers, dus de bierveeltjes. Ja. Een beetje hetzelfde, alleen de bierveeltjes die zijn. Mag een bierveeltje bij doen, whatever. Iedere gast krijgt stickers, dus jij ook. Nou, dankjewel. Dankjewel. Mag je overal. Oh nee, mag je niet overal. Je mag ze plakken. Hartstikke mooi. Maar waar, dat laat ik aan jou. Ja. Wie weet trouwens, misschien over een aantal jaren wel een eigen ornamentje van. Ja, dat weet je niet. Nee, precies.
Precies. Want heeft, is er trouwens een soort van, nee dat verschijnt niet hè, een soort van lampengatornement of zo, een carnaval? Ja, wij wel. We hebben met carnaval altijd, kijk. Je hebt dus het lampje en zo. Wat ja, dan, oh, wacht. Ja. Ja, het lampje sowieso, ja, ja. En je ziet bij de salon en zo, daar hangen ook ornamenten van ons hoor. Oké, ja. De hanen toch? Ja, van de hanen. Je hebt er gewoon een heel stel dingen, ja, zijn er speciaal voor gemaakt. Oké, okay. Nou dan kunnen we misschien onze... Even een keer opletten met elkaar. Even checken of het echt een ezeltje, want ja, lampengat is een ezeltje. Ja, precies, maar we hebben ook zelfs ezels daar, hè? IA en AI. Over de weg heen. De ene zegt AI en de andere IA. Die hebben we vorig jaar. AI is trouwens bij God trouwens, hè? Of AI gesproken. Ja, ja. Dat is wel een goeie, hè? Ja, dat is ook een beetje hier dan, hè? Ja, dat is hier een brainport, toch? Ja. AI ook, hè? Ja. Dus maar een echte lampengatse ezel. Misschien wel een leuke idee. Nou goed, wie weet. Ja. Oké, Heb ik nog uitbranden? Want ik heb meestal nog een uitbranden. Meestal heb je nog een Columbo-moment. Ja, dat zeg ik altijd. Nee, heb ik denk ik niet. Ik vond het gewoon leuk om hier te zijn. Ik denk dat we een rondje doen, een beetje rondsnuffelen. Dat hier allemaal stekkerdozen liggen en alle spulletjes. Dus, superleuk. Een gebouw vol elektronica. Ja. Maar, en met gedreven mensen die dan beneden ziet zitten. Die allemaal gewoon lekker een dingetje doen. Superleuk. Ja. Dus, absoluut. Okay. Nou, ik dank jullie ook in ieder geval hartelijk. Dames en heren, ik hoop dat jullie Ivan al beter kennen. Misschien dat je zegt, ja, ik ken ik allemaal. Nou ja, en anders kom ik je langs, hè? Ja, kom ik langs. En je weet misschien dat je zegt, maar ik wil ook een keer mee. Mee. Ja, precies. Oké, okay, dames en heren, dankjewel en tot de volgende vlog. Doei. Hoi.